We willen beginnen met een video opnemen. Maar we zijn het per ongeluk het plaatje vergeten wat hieronder zit om op het statief te kunnen klikken. Dus we hebben nu helemaal vastgebonden en op hoop van zegen dat als hij dan valt, dan blijft hij als het goed is hangen. Maar nu moeten we dus heel voorzichtig te werk gaan. We zijn lekker aan het werk en ik vind we zijn lekker. We zijn heel goed op dreef, jongens. Joehoe, soms heb je dat en we gaan even verder met onze video opnemen. Ja. We hebben er al anderhalf op zitten. We hebben halverwege werden gestoord, want Jorrie kwam er tussendoor en toen moesten we even stoppen en nu gaan we verder. En bla 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 bla. Dus we gaan nu weer even gezellig verder en dan gaan we verder aan onze andere twee projecten, want we zijn bezige bijtjes. Ja, dan krijg je het warm van hè, met de bal spelen. Oh, een beetje gaar. Wil zit er doorheen. Aan het einde van de dag nog een uurtje op. Maar het is ook kort voor vier inderdaad, dus dat... Ik kan wel kloppen, maar goed bezig hoor. He? Lekker bezig. En dan drie uur slapen. Nou, echt super knap. En ik heb echt belachelijk veel honger nu in het derde trimester. Dus ik heb lekker zelf ijsschade gemaakt. I don't care. Ik eet alles wat los. Oké, dat was weer even een race tegen de klok. Ik moest nog even wat voor mijn mannetje Lief op de post doen. En het is bijna 5 uur. Nou blijkt dat je het gewoon tot 5:30 kan brengen. Ik zei nou, dat scheelt ook weer. En we gaan even lekker zwemmen, Nootje. Nou, we weten het al. Want dat is haar favoriete plekje. En dan ga je altijd zo op mijn schouder liggen. Zo van, oeh. Zie je lekker uit te schudden terwijl ik sta te vloggen. Koud. No, dan ben ik echt heel mijn voeten nat. En dit zul je dus altijd zien. Ik moet echt enorm nodig pissen. Oh, en ik ben echt geen fan van hier gewoon plassen. Maar ik moet echt heel nodig. Fijn hoor, zwanger zijn. Ik hou het wel op dat we thuis zijn. En ook de eeuwige immense vraag. Hè, waar vegen het dan mee af? En om je vleer nou hier met een paardenbloem af te zitten vegen. Want veel anders is er nou niet echt hier. Ja, dat is ook zo wat. Nee hoor, ik hou het wel weer op. Zucht. Oh, lief bolletje, stop alsjeblieft met trappen. Ik moet alleen maar meer plassen. Kijk eens, ik kan eigenlijk bijna mijn voeten nu niet meer zien. Nou, Nootje! Ik zal mezelf even in het zonnetje zetten, het laatste restje zon. Ik heb het eten overstaan, het is ondertussen 8:55. Ik ben echt een beetje kapot. Ik moet eigenlijk nog 2 artikelen schrijven, dat ga ik ook gewoon doen. Goal is in ieder geval dat ik 11 uur op bed lig. En wat nog meer? Oh ja, ik eet zometeen lekker Griekse kofta, hoe zeg je dat? Er staat een recept van op Two Women en ik warm het even op in de oven en wat rijst erbij en klaar. Oh, ik geniet echt van deze dagen. Gewoon lekker mijn haar gewassen, maskertje gedaan, alleen maar een crème op, lekker geen make-up. Heerlijk, even de huid laten ademen. Want morgen natuurlijk alweer make-up op als Wil hier weer komt. Vandaag vooral weer schrijven en werken. Beetje voor jullie boring om te kijken. Morgen weer werken. Ik heb nog wel een drukke agenda, want donderdag, vrijdag en zondag zitten ook alweer vol. Man, het is hard doorstomen voor het verlof en alles wat er komen gaat. Tijd om te koken voor Two Women. Het recept heb je afgelopen donderdag kunnen zien. Het wordt een groentenbowl met couscous. De zoete puntpaprika saus is echt formidabel, zeg ik het zelf. Ik wist alleen niet dat puntpaprika's, als je ze zeg maar met staafmixer bewerkt, dat ze echt zoveel vocht afgeven. Dus daarom heb ik wat meer saus dan ik dacht. Dus wil even kijken wat ik met de rest van die saus ga doen. Want ik gebruik natuurlijk bij lange na niet al die saus, ondanks dat ik een hele grote pan met groentebol heb. Even denken wat ik ermee ga doen. Aanvallen. Nu morgen nog verzinnen hoe ik dit een beetje mooi op de foto krijg. Dat is wel een uitdaging. Noah is echt heel clingy sinds ik zwanger ben. Moet je kijken. En hoe groter mijn buik wordt, hoe meer ze echt altijd helemaal zo bij me gaat liggen. Ja, het is nog wel een behoorlijke pump al, hè. Zo, en die groentebol was echt super lekker. Ja, die zoete puntpaprika saus die ik erbij had, maakt het wel echt af. Maar het was echt heel lekker. Het is echt boordevol groenten. Broccoli, bloemkool, ook ui en knoflook, de linzen in, couscous. En dus zoete puntpaprika in de saus. Echt, ik vind het wel een aanradertje. Ik heb het even een beetje gezellig gemaakt. Kaarsjes aan, hond uitgelaten, tv-programma aan. Ik ga niet kijken, want ik ga ondertussen schrijven. En even een beetje rusten.
Goedemorgen, ik heb er echt alweer een ochtend op zitten. Met allerlei dingetjes, nu Noah uitlaten, dan moet Willemijn en dan moeten we hard aan de slag. En ja, ik ben helemaal full glam, want we gaan een video opnemen. Een hele leuke namelijk, waar ik wel echt heel veel zin in heb. Een hele snubbige video vol met roddels over ons. Zijn ze waar of zijn ze niet waar? Goed, ik ga nu het hondje uitlaten. Ja, ze is moe. Wil je niet toegeven? Wil je niet toegeven dat je moe bent? Morgen, zei Tien. Nee, dat zei ik niet. Dit knip je eruit, hoor. Goedemorgen, zei Tien. Nee, waarom zeg je dat nou weer? Goedemorgen, ik ben weer Tien. Ze zei ik dat ik even jullie gedag moest zeggen. Dus dat doe ik natuurlijk met liefde. Goedemorgen, iedereen. Ja. Oh, en mijn sjaaltje is nog geneeld ook. Ja, je hebt het echt goed gedaan. Nice. Yes. Daar gaan we binnenkort ook een video over opnemen. Ja, dat wordt, we hebben een hele leuke nieuwe categorie bedacht. Hip of sip. Nou, de naam zegt het al. We gaan kijken of we iets kunnen rocken of niet. Zeg maar een soort van jee of nee. Ja, en een beetje over de trendy dingen. Dus mochten jullie naast de haarbandjes nog meer denken van... Ja, probeer dit eens eventjes. Want dat staat altijd van die leuke modellen, maar mij niet. Zeg het vooral, dan gaan wij het inderdaad voor jou testen. Maar voor nu, de rolvideo. Tijd voor de buikfoto. Noah laat hij zijn eierschetel geven, toch? Noah ligt bij Willemijn, de lekker viste muur. Nou, wij zitten heel healthy, dat moet hij weer even zien hoor. Wel een honger. Ruimen. En we hebben komkommer en tomaatjes eronder en een bakje thee. En nu gaan we lekker aan ons projectje verder werken. Yes, lekker. Oeh, nog heel even en dan kunnen we het misschien wel een keertje loslaten. Bijna. Maar voor nu... Pakketjes tijd. Wat zou erin zitten? Paula's Choice. Yeah. Oh, yes. Is dit nou alleen een plant? Nee, dat kan toch niet? Super grappig. Dit is dus een van Paula's Choice een vitamine C serum. En we hebben ook gekregen... Kijk, ze hangen daar. Een sinaasappelplantje. Ik ben aan het inpakken. Het is 5:30. Ik ga naar huis. 5:30. Man. Nou, ja. En dan gaan we gewoon thuis nog even lekker verder schrijven en doen. Ja. Man. Ben je al klaar deze week met alles? Met al je artikelen? Nee, van zondag nog. Oh, die doe ik morgen. Ik moet die ene nog even erin zetten van dit weekend. Dan is het al eraf. Nou, vind je toch wel knap? Hè? De woensdag. Had ik het bossie van deze week al laten zien, Annie? Ja, het is weer paars. Maar ik moet eerlijk zeggen... Dit vind ik dan wel heel erg mooi en leuk. Jullie waren er op Instagram ook fan van. Ik vind deze roos trouwens echt super mooi, zeg. Hij is een beetje... Op camera lijkt hij wat roze, maar in het echt is hij echt iets meer lila. Hele bijzondere kleur, echt. Love it. Wil is weg. Sorry, soms zeg je in de vlogcamera zulke domme dingen om iets mee te beginnen. Dit is er een van. Normaal zou ik het eruit knippen, maar dit is wel even zo'n dom stukje. Wil is weg. Ja, joh. Anyway, het is 5:05. Mijn vent is lekker de hond aan het uitlaten. En ik denk dat hij vanavond een keer mag koken, want hij heeft heel veel nachtdiensten. Dus het houdt eigenlijk in dat ik voornamelijk eigenlijk alles moet doen, inclusief Noah. En dat is wel een beetje veel. En ik heb morgen ook wel een drukke dag, haptonomie. En dan heb ik een studiegroep, dan moet ik ook nog een uur voor rijden, heen en weer. 2 uur dus in totaal. Dus ik ga nu lekker even aan zwangerschapsverlofartikelen zitten. En dan hoop ik dat hij vanavond wil koken. Maar als ik hem lief aankijk, wil dit vast wel. Ik ben weer bij de boodschappenwinkel. Ja, vorige keer binnen mijn vlog zei iedereen de boodschappenwinkel. Ik heb ook geen idee. Ik haal volgens mij altijd supermarkt en boodschappenwinkel door elkaar. Volgens mij ook gewoon van vroeger. Ik heb vanochtend haptonomie gehad samen met Jor. En ik ga nu lekker even eten halen. En een taartje, want ik ga voor de laatste keer met de studiegroep wat doen vanmiddag. Het lijkt me wel leuk om even wat te trakteren. En mijn onderrug is weer helemaal blij. Echt, die haptonomie is echt ontzettend fijn. Oh, ik heb zoveel gedaan dat ik geen tijd had om te vloggen. Ik heb Noah nog uitgelaten, boodschappen gedaan, geld gepind voor de werkster. En zo laat ik het achter. Op Radio NL, want dat vindt ze leuk. Dus koffie staat klaar. Huppakee, nu nog een uurtje rijden naar de studiegroep. En dan ben ik de hele middag weer zoet. De studiemiddag zit er weer op, het is 4:30. Ik ben enorm gaar. Ik heb vandaag 2 uur gereden. En dat is echt wel een beetje mijn max. Ik ga naar de Hema eens kijken of ze een voedingskus hier hebben toevallig. En even stiekem bij de kleertjes. Voedingskussen gekocht. Ik vind die dingen nog best duur met zijn hoest erbij. Betaalt toch bijna 50 euro. Anyway, ik ga even op de bank liggen. Goedemorgen. Zo, Noah heeft lekker eten. En over een uurtje komt de verloskundige. En dan gaan we een groeiecho maken. En vanochtend heb ik even lekker uitgeslapen, dus ook niet gevlogd. Ik was echt super moe. En het voedingskussen, dat helpt wel, merk ik. Ik moet nu ook weer letten op mijn bekken, anders krijg ik echt heel erg last van mijn onderrug. Dus ik kan wel merken dat de laatste loodjes wel in zijn gegaan de laatste paar weken.
Spannend! Ik ben niet zozeer bang of zo voor de bevalling, helemaal niet. Ik ben meer gewoon dat ik dan altijd denk van jeetje, hoe gaat mijn leven er straks uitzien, zeg maar dat. Ik kan hier er gewoon zo geen voorstelling bij maken. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd. Maar ik vind het ook nog steeds een heel gek idee dat ik een kind krijg. Alsof het bijna ja, niet zo is of zo. Weet je, alsof ik het allemaal droom. Heel raar, maar goed. Ik heb wel heel veel zin om hem weer te zien. Ik voel hem immers echt elke dag heel erg schoppen. Echt behoorlijk en dat is echt heel leuk. Dus ja, vanmiddag dus weer even een echo thuis. En echt heerlijk dat het gewoon aan huis kan. Noah is erbij gaan liggen na een intensief half uurtje frisbeeën. Anyway, ik heb mijn kraampakket binnen gehad. En er zijn mensen die het wel eens leuk vinden om te zien wat er dan allemaal in zit. Er zijn dus vrouwen die een unboxing video opnemen hierover. Als jullie dat nou ook leuk vinden, geef dan even een like op deze video. En ja, wie weet neem ik dan ook wel even op wat hierin zit. Ik heb zelf nog niet gekeken. Super gezellig. Ik krijg nu net een appje van mijn moeder of ze zondag kon komen. Soms dan vinden ze het leuk om gewoon een dagje heen en weer te gaan. Maar zondag heb ik natuurlijk de face-to-face interviews, de laatste zeg maar in Utrecht. Dus dat ging niet. Dus ik zei van nou, dit kan wel morgen. En toen dacht ik, nou dat kan ze vast niet. Maar nu zegt ze, oh nou dat kan ik hoor. Neem ik wel lekker lasagne mee. Top. Echt, het leven is een tranendal op dit moment. Oef. Hormonen, man. Hè? 6 maanden geen last van gehad en nu opeens, boom, kom hond gaan frisbeeën. Ik word verwend met een lekker toetje, nom. Het is zaterdag en mijn ouders komen zo meteen. En ik moet nog, de koffie is op, dus ik moet eigenlijk nog wel even snel boodschappen doen. Dus dat ga ik nu maar even snel doen voordat ze komen. Ik kreeg net een appje van mijn moeder dat ze een uur later zijn vanwege de file en regen en andere hindernissen. En alleen mensen denk ik die te laat komen snappen dit. Ik vind het zo heerlijk als iemand gewoon zelf een uur te laat bij mij aankomt. Ik vind dat echt helemaal niet erg, want ik heb altijd gewoon tijd tekort. En ja, sommige mensen het echt afschuwelijk vinden als iemand een uur later komt. Maar echt, ik vind het juist dus, dat is wel grappig dat verschil. Ik vind het juist echt irritant als iemand gewoon 5 of 10 minuten eerder is dan dat hij zegt. Want dan denk ik van jezus man. Dan denk ik gewoon echt liever dat je een kwartier te laat komt. Maar nogmaals, like als je denkt van ja, ik ben ook echt altijd een te laat komen. En als iemand bij mij later aankomt, vind ik het ook no problemo. Zo heb ik namelijk heerlijk even de tijd gehad om toch nog even boodschappen te doen. Anders had ik dat moeten doen als ze er waren. Want normaal komen mijn ouders altijd op zondag. Dan heb ik boodschappen gedaan, maar nu dus nog niet. Dus ik heb even snel boodschappen gedaan en dan kan ik nu nog even lekker soep maken voor de lunch. De koffie staat te pruttelen en ik ga lekker tomaatsoep maken. Oh, ik vind dat zo lekker hè, sinds ik zwanger ben. Oh, love it, tomatensoep. Ja, dat is niet voor jou dus hè, tomatensoep. Nee. Stomme bril. Ah. Zo, toch stomme bril. Mijn haar zit plat. Mijn haar ook. Mijn haar niet. Ik had de rest van de dag helemaal niet meer gevlogd, behalve dat pa en ma kwamen. Maar we zijn er al heel lang. Dus is het al 7:15. En de lasagne staat erin. Gezellig samen gekookt. Lekker hoor. Straks lekker eten. De lasagne is klaar. En ik ben blij dat ik er nog bakpapier onder gelegd heb. Want het is wel een beetje overgekookt. Goedemorgen. Het is zondag. En ik was om 7:15 wakker. Ik ben nu snel nog Noah aan het uitlaten. Ik heb me helemaal opgemaakt. Want vandaag gaan we in Utrecht voor de één na laatste face-to-face interviews. Ja, gelukkig heb ik een hele lieve schoonmoeder die even op Noah wil passen vanmiddag. Want Jorik is ook tot vanavond laat werken. Dus we zijn weer drukdoende in ons huishouden. Nee, je mag niet je telefoon wegleggen, want ik zag dat je aan je telefoon bezig was. De mobiele brigade, nou was er ook in mijn telefoon bezig. Dus dat was ook de mobiele brigade hier. En ja, we gaan eten. Ja, dat was het, hè? Ja. Haha, eten, lekker. Wat heb jij? Oh, je hebt hetzelfde als ik. Ex-royaal. Kijk, hetzelfde. Oh, dit zijn, ik zit hier met 2 gezonde fliep aan. Ja, die aan een eiwitter moeten komen. Die moet aan een eiwitter moeten komen. Daar doe ik heel veel moeite voor. Het lukt me helemaal niet. En ik heb gewoon lekker een vette geitenkaassalade. Vind je dat healthy? Ja. Oh, nou ja. Nou, dit was de laatste keer in de zagerij. En volgende week weer naar Groningen. Zo dames, het zit er weer op voor vandaag. Het zit er weer op. Heb je die tas van mij? Oh ja. Oh. Ik zag die tas niet, ik dacht ook. Oh. Het zou balen zijn inderdaad. Oh, volgens mij gaat mijn vlogcamera op mij. Oh ja? Hij stelt zo slecht scherp, ook op jullie nu. Een nieuwe kopen. Nee, te duur. Zo, wij zijn weer thuis. Ja, veel geklet en geloen. Bla bla bla. Jij gaat nu lekker naar huis. Ja. Dan zie ik jou morgen weer. Ja, en dan begin ik mijn weekvlog natuurlijk. Ja, ja. Klopt. Hebben we al heel lang een weekvlog van jou gezien. Nee, jij komt er weer aan jongens. Volgende week kijken. Oh, super lekker. Ik heb van Mariette, die ik geïnterviewd heb,
deze lekkere Lindorballen gehad. En Willemijn ook echt super lief. En ik heb hier zo'n zin in vanavond. Dankjewel, Mariette. Oh, lieve mensen. Ik ben zo gaar als een gimpie, zoals mijn moeder het zou verwoorden. Volgende week ook best wel weer een drukke week. En dat gaan jullie zien in de weekklok van Willemijn. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Het is gratis en voor niks. Of een andere video te kijken. En dan zie ik jullie over 2 weken weer. Doei!